staan hier in een hele oude wijk in Den Helder. Hij is meer dan 100 jaar oud. Het is een tuindorp ontwerp. Die tuindorpen die zijn eigenlijk gebaseerd dat mensen hun eigen groenten en fruit konden kweken. En wij zijn eigenlijk weer op dezelfde weg terug. We hebben met partijen samengewerkt. Je kan het nooit alleen, gelukkig. Zou ik haast zeggen. En dat is met de schoolbesturen. Je moet een connectie krijgen met de schoolbestuur. Want er staat waterreservoir staan bij hun op het erf. En, maar ook woningstichting die heeft een pot geld. Dat delen ze samen met de gemeente. Dus gemeente en woningstichting hebben het woonconvenant. En daaruit werd heel veel betaald. Wij willen eigenlijk dat er toch door middel van een stukje vergroening, door het weghalen van de stenen voor de gevel, dat daar een geveltuintje ontstaat. Nou, en dan moet je eigenlijk toch al initiatiefnemers hebben zoals Jan en Alberta, om te zeggen van, kom op bewoners, we willen het aanpakken, we willen het zo doen. We willen jullie ondersteunen, maar daarnaast de bedoeling dat de mensen het wel zelf gaan doen. Goed zo, kijk, dan kan je daar meer pakken, dan kan je beter eruit trekken. Goed zo. Wij merken dat dit project goed is voor de buurt, dat de buurtbewoners elkaar ontmoeten. Dus Alberta is daar een hele goede verbindende factor in. Hè. Dus die benadert mensen van, goh, zou je willen helpen? En zo langzamerhand breidt het dan uit. Dus dan komen mensen toch achter die voordeur vandaan, voelen zich betrokken. De mensen krijgen een vrijwilligersbijdrage per maand. Dus wij kunnen ook wat van ze verwachten dat ze moeten doen. Want anders is het maar, hier heb je geld en kijk maar wat je doet. Nee, er wordt echt wat van verlangd. Ze hebben allemaal een eigen straat of een straatun die ze bijhouden. En dat houdt in dat ze zorgen dat het zwerfafval weg is. Ze geven ook door aan de gemeente, omdat er ook een gemeente en woningstichting samenwerken erin. Als ze wat zien, dat kan aan de woning zijn, maar ook aan de straat of wat dan ook, het groen of het grijs, dat geven ze door. En dan is de bedoeling dat de gemeente dat ook oppakt en daarna zorgt dat het weer er netjes uit komt te zien. Je moet enthousiaste mensen hebben. En dan moet je je niet laten ontmoedigen doordat inderdaad je omgeving of jeugd die toch iets andere plannen hebt dan jij met je plantjes. En dat is nog wel eens een beetje doordouwen hoor, moet ik eerlijk zeggen. En dat daar niet iedereen tegen kan. En we hebben ook wel mensen gehad die daardoor afhaakten. En ik heb net die rotsje geruimd en dan loop ik weer. Maar als je om je heen kijkt, dan zie je ook dat het nu niet meer rommel is. Dus uiteindelijk hoop je dan dat je wint. En dat moet ik als tip taai wezen. Taai. Vonden jullie het leuk? Ja. Ja? Hebben jullie vaker dit doen? Ja. Okay. Zij helpen mij altijd. Altijd.